Patrick, proficiat. Kop is eraf. Eindelijk, de kop is eraf. We hebben veel gerepeteerd, heel veel met elkaar gezeten. Heel veel zitten samen denken en zo. En eindelijk vanavond is het. En ik denk dat het geslaagd is, dat de mensen toch een hele toffe avond hebben gehad. Jullie ook? Ja, toch wel. De nodige zenuwen waren er wel. Bij een première is het altijd zo. Maar ik heb er toch van genoten. Als je zingt en de mensen gaan mee en ze lachen, dan maakt dat uw avond goed. En dan weet je voor waar je hard voor gewerkt hebt. Wat is voor jou het hoogtepunt? Hoogtepunt, ja, we hebben de verschillende, maar ja, mijn passie blijft altijd zingen. En zoals ik daarnet ook al zeg, als je zingt en het publiek gaat mee en ze waarderen wat je zingt en je krijgt een groot applaus, dat is voor mij het hoogtepunt. Dat vind ik wel heel leuk. Ik heb heel veel complimenten gehoord over Tom Jones. Ja, normaal zing ik dat niet. Normaal doe ik Nederlandstalig werk, maar we hebben Peter Koelewijn in de show en dan zijn vroeg de regisseur, ja, kan jij niks anders doen? En ik dacht, ja, wat moet ik gaan zingen? Ik zing wel af en toe wat Engelstalig, maar ik dacht, ja, ik ben altijd een grote fan van Tom Jones. Die imiteren, dat gaan. Ik ga het op mijn eigen manier doen. Ik heb het op mijn eigen manier gedaan vanavond en ik denk dat veel mensen het geslaagd vonden. En ja, dan ben ik trots. Ja, het is een nieuw gegeven nu. We werken met een heel groot scherm achter ons. Dat heel veel warmte geeft tussen haakjes. Daar kan je heel veel mee doen. De regisseur kan er heel veel mee kwijt. Dat is ook vanavond ook gebleken. En mensen die nog moeten komen kijken gaan dat ook merken. Dat alle decors, wissels en zo. Normaal is het houten paneel en decorstukken. Nu is dat allemaal klik. En dan wordt we zitten ineens in een operatiezaal. En dan gaan we daarna ineens naar een ander beeld. Naar de sky van New York. Allee, alles kan. Alles is mogelijk. Muzikaal ook heel sterk, vind ik persoonlijk. Een goed orkest. Ja, een heel goede bende eigenlijk bij elkaar. Wel, als je naar hier komt, dan is het de bedoeling is dat je je amuseert. Dat je de zorgen... Ik heb elke keer gezegd dat je je zorgen thuis moet laten. Je hebt een week hard gewerkt. Je kan je goede pint drinken. Zelfs meerdere als je dat wil. Je kan genieten van een topshow. Ook al zeg ik het zelf. Er is heel hard aan gewerkt. Je kan iets lachen. Je kan meedoen met de liederen. Alles bij elkaar. En dat is in één woord. Dat is revue. En dan moet je hier zijn.